Ik denk dat de meeste mensen stijf van de stress staan. Ik bedoel, als je huis naar de kloten is en er is niemand die je wil helpen. Raak mijn huis, maar het raakt mijn gezin. Ja. Ik bedoel, nu mogen mijn kleinkinderen weer bij ons slapen, omdat ik in een veilig huis woon. Relatief, tussen aanhalingstekens veilig huis. Maar voor die tijd is het 2,5 jaar geweest dat wij behoorlijk ruzie in de familie hadden, omdat ik de kleinkinderen niet wou hebben, dat die bij ons sliepen. Ja. Wat vind je van Koude Rood nu? Nou, wat ik fantastisch vind is ten eerste de bonte gezelschap van mensen. En hoe solidair ze nu met Groningen zijn. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de ellende die wij ondervinden. Hier zijn 500-600 mensen, ik weet niet precies hoeveel dat er zijn. Maar ik heb de hele week al het idee dat ik een warm bad, een hele grote familie erbij heb gekregen. Ja. En dat ik in een warm bad terecht gekomen ben. Dat is onvoorstelbaar. Daar ben je de kippenvel van, nou, achterover hebben.